Bedankt, Christina Kulczynska uit de Oekraïne op de cello. En Daphne Paris uit Italië op de harp. Een duo, dat heet Duo Era. Ze kennen elkaar van het Conservatorium Amsterdam. En ze zijn daar hebben ze elkaar leren kennen, zijn samen begonnen. En ontwikkelen nu repertoire voor deze combinatie. En doen ook projecten met beeldende kunst en poëzie. Afijn, dames van wie wij nog gaan horen in deze combinatie, zeker. Mijn naam is Mieke Hamel, ik ben lid van de Academie van Kunsten. En ik zal proberen iedereen een beetje op het juiste moment op het podium te krijgen en er weer af te krijgen. En ik begin met op het podium te vragen de voorzitter van de Academie van Kunsten, Liesbeth Bieck. Goedemiddag allemaal. Beste Jetse, Neske, Jan, Piet, Babs en Lavinia, beste allemaal, heel erg welkom. Dit jaar verwelkomen wij als Academie van Kunsten met z'n allen opnieuw een heel mooie groep nieuwe leden. Zij versterken de kracht en rijkwijde van de Academie. En deze middag zal duidelijk maken waarom zij, jullie dus, zo bijzonder zijn. Maar, en dat is misschien nu even wat minder feestelijk, ik wil het ook hebben over het belang van kunst voor de samenleving. En in groter perspectief de wereld. Ik kan de doelen, de vergezichten en de lange lijnen van de academie schetsen. Die gaan over artistieke en wetenschappelijke vrijheid, over ongelijkheid, maar ook over de klimaatcrisis. Dit alles staat niet los van elkaar. Het kan niet anders gezien worden dan in samenhang. En bij herhaling blijf ik zeggen en in actie brengen, en dat doe ik samen met het bestuur, dat dit steeds opnieuw onderhoud vergt. Als we het niet als samenleving voor elkaar krijgen om samen te werken, dan krijgen we helemaal niets voor elkaar. We kunnen belangrijke issues als ongelijkheid en onrechtvaardigheid niet langer als aparte onderwerpen blijven beschouwen. Er is geen andere weg dan samen en in samenhang. En kunst is een middel, maar ook een doel soms. Ik hoop dat hierna expliciet, of nee, misschien wel beter impliciet, duidelijk te kunnen maken. Wereldwijd worden we getroffen door virussen. Ik hoef het allemaal eigenlijk niet te zeggen, maar ik doe het toch even. De klimaatcrisis, oorlogen, onrechtvaardigheid, ongelijkheid, diefstal van privédata, verspreiding van valse informatie, grote stromen vluchtelingen op de vlucht voor oorlog en woestijnvorming. Het mondiale kapitalisme leidt overal ter wereld tot aanzienlijke verliezen voor burgers en tot een verlies van rechten. De strijd over definities en de uitvoering van democratie is symptomatisch voor de soms dramatische veranderingen in het karakter van het openbare leven. Deze ontwrichtingen tonen hoe urgent de kwestie van het publieke geworden is. Conflicten hebben grote gevolgen voor het ecosysteem waar we ook alle, en het lijkt soms alsof we dat wel een beetje vergeten, ook deel van zijn. Hoewel we er ook steeds weer met de neus op worden gedrukt. Het is duidelijk dat niet iedereen toegang heeft tot het publieke of de publieke ruimte. Voor de maatschappij in het algemeen, voor wetenschappers en kunstenaars in het bijzonder, is het dan ook voortdurend de vraag hoe kapitalisatie gemeenschappen verandert en wat de implicaties daarvan zijn voor een soort van gedeelde ruimte. Voor wie er wel en wie er niet toegang toe heeft. De academie wil de stem van de kunsten doen klinken, uitvergroten wat speelt, signaleren, agenderen, onderzoeken, verbinden en uitdragen. Bijdragen en bouwen aan hoe het anders kan. Hoe kunnen we ons niet zo alleen voelen? Wat bindt ons? Waar kunnen we iets veranderen? Ruimte van kansen of misschien opportunisme, in de goede betekenis van het woord, creëren. Waar en hoe ontmoeten we elkaar? Ik beschouw kunst als een werkwoord, als een proces, een performance, een training en als een culturele techniek. Als een activiteit om bestaande kennis tegen zichzelf te keren, om ons vermogen te beïnvloeden, om dingen anders te zien, te horen, te voelen en om dat toenemend vermogen te vertrouwen, openbaar te maken en je eigen voorwaarden daarvoor aan te stellen. Om kritische vragen te stellen over welke verhalen worden verteld, hoe en door wie. Wat informeert ons?
Hoe kunnen we onze voorstelling maken van en oefenen op mogelijke toekomsten die voor ons liggen? Met als uiteindelijk doel om gezamenlijk een verhaal te creëren dat zich hier, nu en in de toekomst afspeelt. Een model om voorwaarts te bewegen dat helpt te bedenken hoe we zullen samenleven in een ontwrichte wereld. Er is echt wat aan de hand als het op Antarctica 45 graden warmer is dan ooit tevoren. Tijdens ons eigen onderzoek, dat is dan mijn eigen kunstenaarsonderzoek zeg maar, naar diepe geologische tijd en de zware last die de mensheid legt op het ecosysteem en daarmee onderwijl de toekomst koloniseert, las ik over Moholy Nash, een kunstenaar sleutelfiguur in het Bauhaus. Zijn doel was om de experimenten van de 20e eeuwse avant-garde in een constructieve wisselwerking te brengen met de snel veranderende technologische ontwikkelingen in de industrie. Zo dacht hij een culturele basis te leggen voor het volledige bereik van de moderne ervaring. Dit is dus een eeuw geleden. Al het creatieve werk van vandaag, zo meende hij, maakt deel uit van een gigantisch indirect trainingsprogramma om manieren van waarnemen en voelen te hermodelleren en voor te bereiden op de nieuwe kwaliteit van leven. En, zo ging hij verder, het is vandaag de dag de plicht van de kunstenaar om door te dringen tot nog ongeziene gebieden van de biologische functies om de nieuwe dimensies van de industriële samenleving te doorzoeken en om nieuwe gevoelens te vertalen in emotionele oriëntatie. De kunstenaar ontwart onbewust de meest essentiële draden van het bestaan uit de verwrongen en chaotische complexiteit van de actualiteit en weeft ze tot een emotioneel weefsel van dwingende geldigheid, karakteristiek voor hemzelf zowel als voor zijn tijdperk. Mooie woorden die voor ons, bewoners van de 21e eeuw, alleen maar aan belang hebben toegenomen. Wij mensen hebben een wereld gecreëerd die met de dag onhoudbaarder blijkt te worden. Moholy Nash haalt het werk van Alfred Korzybski aan, een Pools-Amerikaanse linguist en filosoof, die vooral bekend is geworden door het idee dat de kaart niet het territorium is. In Science and Sanity, een publicatie uit 1933... benadrukt Korzybski dat de wereld in twee werelden leeft. In de wereld van de taal en de symbolen en in de werkelijke wereld. Hij observeert dat het menselijke verstand alleen in staat is te reageren op de gevormde landkaart en het aanwezige gebied in het extreme geval volledig vergeet. Brian Holmes, aan wie ik hier in grote mate schatplichtig ben, verwijst in Driving the Golden Spike, The Aesthetics of Anthropocene Public Space, heel lezenswaardig, maar ook luisterwaardig op YouTube en in eFlux, naar de mobiele telefoon als een voorbeeld van vergaande desoriëntatie in de geglobaliseerde maatschappij. Want deze biedt het individu eigen, hyperpersoonlijke mogelijkheden om zichzelf te lokaliseren en om zijn, haar onmiddellijke omgeving te organiseren en in kaart te brengen. Maar, zo zegt hij, met dit genetwerkte kompas signaleert hij ook een verandering in de emotionele oriëntatie, in onze interacties met de wereld, waar we ons subtiel of zelfs radicaal van afkeren. In dit proces ontstaat een steeds giftiger wordende infrastructuur van ons ecosysteem, ons habitat, ons huis. Dit is een cruciale verschuiving. Je leeft dan in de eerste plaats in de mooie kaart in plaats van in het verwoeste gebied. En dit is de esthetische conditie van de gedeelde openbare ruimte waarmee we noodzakelijkerwijs geconfronteerd moeten worden. Het is dringend tijd om de perceptuele en culturele technieken uit te vinden of in te zetten waarmee we ons bewust worden van en verantwoordelijkheid nemen voor de globale ruimtelijke relaties met ons eigen gebied. Het wordt tijd dat we in dialoog met anderen de kaart en het gebied samenbrengen. Liefst met dezelfde voortvarendheid als waarmee we de moderne economie hebben uitgerold. Ten slotte, ik ben toch hoopvol en optimistisch. Want ik zie ook heel veel vreemde en onvermoede krachten opkomen. Tegen de oorlog, tegen de klimaatcrisis, tegen onrecht. De kracht van de academie bestaat uit haar leden en hun vermogen om alles wat zij doen in beelden, in allerlei toonaarden en vormen zichtbaar te maken. In samenwerking met alle dynamiek van de meerstemmige stemmen die we zijn. De kunst is hoe we met z'n allen onze krachten tot meer dan de som der delen maken. Daarom, in hoop en verwachting, verwelkom ik jullie met heel mijn hart. Dank jullie. Dankjewel, Lisbeth.
topic. Ik ga het even over de structuur hebben. Het is super eenvoudig hoor. We hebben 3 nieuwe leden. En we houden deze volgorde aan. We hebben over nagedacht. 3 nieuwe leden. Die gaan elk eerst een presentatie, verhaal, iets vertellen wat uit zichzelf voortkomt. Dan worden ze naar dit leuke zitje gedirigeerd. En daar zal ik nog 1 of 2 vragen stellen. Even 3 minuten kennismaking. Of als ze iets hebben overgeslagen in hun eigen presentatie, dan zal ik nog even aan de staart kunnen trekken. Want wij zijn altijd super benieuwd van wat leden gaan doen met het lidmaatschap. Hè? Wat voor plannen hebben ze bijvoorbeeld? Dus 3 leden, dan komt weer Duo Era met muziek. En dan komt weer 3 nieuwe leden. Zelfde schemaatje, zelfde dingetje, daar iets, hier iets en dan weer terug naar de stoel. Dan is er een inauguratiemoment, officieel moment, met de president van de KNW, Ineke Sluiter. En dan komt de gong. En dan hebben we de slag op de gong. En dan is het feest en pret. En dan is het borrel- en fotomoment. Nou, super eenvoudig eigenlijk. De eerste persoon, eerst een nieuwe lid, Jetse Batelaan. Leuke functie, artistiek leider. Daar kan je ook lid mee worden. Gewoon een beetje een soort kleren van de keizer gevoel krijg ik daarbij. Ja, hallo allemaal. Iets wat achterdochtig sta ik hier. Als bijna lid van de Academie van Kunsten. Want ja, wat is dit hier eigenlijk? Hè? En waar begin ik aan? Ik ben toch diegene die altijd alles wantrouwt dat zich verheven voelt boven de rest. Zo ook de kunst. Deftige kunst, kunst op een sokkel. Die kunst moet daar van mij toch altijd vanaf. En snel en niet te zachtzinnig. En toch sta ik hier. Als aspirant lid van de Academie. Toch een beetje de rotary voor kunstenaars, stelde ik mij voor. He, sta ik dan straks pijprokend in een sociëteit mezelf en anderen op de borst te kloppen? Nou, na dit vlammende betoog van Lisbeth had ik deze hele inleiding kunnen skippen. Want dat is me al helemaal duidelijk dat we dat niet gaan doen. Ik had geschreven, ik kan nu nog weg. Maar ik heb het al verraden, ik ga niet weg. Ik blijf toch. Want ik sta hier ook met trots en vooral met grote achting voor mijn medeleden. En stiekem, en misschien ook wel bovenal, een groot vertrouwen in de kracht van kunst. Want ja, inderdaad, nou ja, ik ben een artistiek leider. Maar ja, ik ben een soort van kunstenaar. Hè. Ik verzin dingen. Maar meer precies, ik maak theater voor kinderen. Theater dat bij voorkeur confronterend, ongemakkelijk, onvoorspelbaar en doodeng is. Ik maak theater dat zich niet aan zijn eigen regels houdt en zichzelf voortdurend ter discussie stelt. Theater dat bestaande hiërarchieën op zijn kop zet. Tussen generaties, tussen performers en publiek en tussen leken en ingewijden. Ik hou van mijn publiek, die kinderen, die pubers, omdat het niet vooringenomen is. Het heeft lak aan reputaties. Theater is voor hen nog helemaal niks voordat het begonnen is. Mijn publiek is rumoerig, sceptisch, veelkleurig en lekker onbeleefd. Wij verstoren hen en zij verstoren ons. Dus nou ja, gelijk oversteken. Maar ja, waarom? He, waarom moet het zo eng? Waarom moet het zo onvoorspelbaar? Is de wereld op zichzelf al niet chaotisch genoeg? Moeten we kinderen niet behoeden voor het grote onbekende? Kijk, als jeugdtheatergezelschap, waar ik inderdaad artistiek leider van ben, theater Artemis, word je geacht om ook een
educatieve rol te hebben. Het moet ook. Daar heb ik lang over nagedacht. Want als we iets onderwijzen, wat onderwijzen wij dan in godesnaam? En wat is onze lesstof? Daarover nadenkend kwam ik tot de conclusie dat ons werk samen te vangen is in één woord: paniek. Wij creëren paniekervaringen. Daar worden we voor gesubsidieerd. En dat doen we met heel ons hart. En er zitten hier al collega's van mij, maar dat is, daar zijn we heel druk mee. En dat doen wij ook echt uit overtuiging. Want voor ons is de kunst bij uitstek een plek om ons te oefenen in paniek. De wereld stond en staat helaas in brand. En er gaat helaas nog veel meer komen. Laten we hopen dat het meevalt. En laten we de kinderen ook vooral ook geborgenheid en beschutting bieden. Maar wat mij betreft niet in de kunst. Juist binnen de relatief veilige kaders van een voorstelling kunnen wij ons oefenen in alles wat wij vrezen. Dit is de plek om het even niet meer te weten. Daar kan je ongestraft en ongenadig in de war zijn. Daar kan plots alles open liggen. Daar zijn geen regels of autoriteiten die het voortouw nemen. Hier moet je zelf op zoek naar houvast. Hoe verhoud ik me tot iets dat ik totaal niet herken? En dikwijls lukt het dan toch om samen onderdeel te worden van deze nieuwe wereld. Je snapt het ineens toch, hoe gênant ook. Jij bent niet gek, maar het getoonde daar is raar. In die zin is het ook een soort trainingskamp. Theater als spinnentherapie. Door middel van de gekaderde paniek je voorbereiden op een nog onbekende en grillige toekomst. En dat mag best een beetje schuren. Entertainment is een verdoving die we niet willen. Juist door je eigen en elkaars ongemak voelbaar te maken, creëren we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Aan het eind van de voorstelling zijn we ergens doorheen gegaan. We hebben het overleefd. Hoera, yes. En daar openbaarde zich ineens ook onze educatieve waarde. Wij geven lessen in vertrouwen aan een wereld in paniek. Zelfs in een wereld waarin we de regels en de afloop niet kennen, vinden we onze weg. We hoeven hem enkel maar te betreden. Gewoon de ene voet voor de andere voet. Ogen open. En dan voorzichtig verder gaan. Dat is mijn verhaal. Dankjewel voor je verhaal. Daar is een microfoon voor jou. Ja, ongelooflijk mooi verhaal. Ik had er een paar vragen, maar die zijn al beantwoord. Maak je ook theater voor volwassenen? Of zijn wij allen kinderen? Of zijn kinderen ook volwassenen? Jullie zijn een soort toevallig bijproduct. Ik ben dat zelf ook. Hè. Dus er zitten ook regelmatig volwassenen in onze zaal. Soms omdat het leerkrachten zijn die meekomen. Ouders die met hun kinderen komen. Er zijn zelfs mensen die komen gewoon zonder kind naar onze voorstellingen. En ik maak het meestal met volwassenen. Ik ben zelf volwassen. Dus ik probeer ook wel iets te maken waar ik zelf ook wel opgewonden van word. Maar als ik maak, heb ik eigenlijk altijd een imaginair publiek in mijn rug zitten. En dat, wij maken voor verschillende leeftijden. Hè? Dus ik maak voor 4+, voor 10+. En ja, ik heb dan altijd zo'n hele bende van die leeftijd zit dan imaginair in mijn rug. En ik denk eigenlijk ook, wat zou ik opwindend vinden wat er gebeurt tussen die groep en wat wij doen op het toneel. En als foyeurs zijn volwassenen welkom. Mooi, leuk, dank je. Ik heb een aantal voorstellingen van je gezien. Ik vond de bonte avond van de kickboxers staat me nog helder voor ogen. En ik heb altijd, als ik een recensie van jouw voorstelling in de krant lees, dan begin ik bij de titel al bijna te lachen. Maar ik zie ook heel vaak jouw publiek, wat ook in een soort hilariteit aankomt.
Maar is die hilariteit, is dat de uiting van die paniek? Of zit je, ga jij daarheen, als het ware? De lach, de hilariteit? Nou, daar ben ik volgens mij niet op uit. Maar die wrijving, hè, dus ik maak... Ja, ik zie wel heel veel ongemak en absurditeit überhaupt in het bestaan. En in het theater in het bijzonder. Het is natuurlijk op zich al te gek voor woorden dat... Ja, dat wij wat voorbereiden met elkaar. En ik zit vaak in zo'n studio, dus het gaat uiteindelijk toch ook weer over mensen die binnenkomen, die gaan weer weg, snap je? Het is allemaal eigenlijk... En dat we dat... Dat duurt ook best wel lang. En je kan niet weg. En dat we dat tolereren, dat is ook al, vind ik al, een soort absurditeit op zichzelf. Ja, god, die lach, ja, dat is ook communicatie, maar dat komt vaak toch voort, denk ik. Is inderdaad een soort, ineens een soort ontlading van dat ongemak en ook al van de paniek, ja, dat geloof ik wel. Wat ga je doen met je lidmaatschap van deze geheime club? Kijk, dat is natuurlijk meteen de grootste... Ja, dat vind ik heel spannend. Want ik denk dat het heel leuk is dat er dat ik, nou ja, dus omdat ik best wel verbonden ben met de jongste generatie. En ook wat, nou ja, wat kunst daar kan betekenen. Ik denk dat daar voor mijn know-how ligt. En nou, daar hoop ik jullie mee te versterken. En ik kijk er naar uit. Dankjewel. Jetse Batelaar. We gaan nu een soort technisch circus act doen met een live verbinding met Mallorca. Ja, daar is ze, Neske Becks. Hallo, Neske. Het was even heel spannend met de, het was even heel spannend met de verbinding. Ik weet niet, ik hoor jou nu. Ja, ik hoor je. Te gek. Als het goed is, zie jij mij daar en zie ik jou hier. Neske, take it away. Ja, is beter met bril of zonder bril? Mag allebei. Oké. Okay. Ik durf dat niet te zeggen. Je mag jezelf beslissen. Ik wil even de zaal vragen dan. Zaal, is beter met bril of zonder bril? Met bril? Oké, okay, dank je. Nou ja, ik had dus mij voorgenomen om heel erg met jullie in gesprek te gaan. En heel erg die energie van jullie te voelen. Waarom zal ik zeggen later? Want energie is mijn ding. En toen ging mijn vlucht niet vanochtend. Het is interessant, want geen jaar geleden, maar de vorige ronde, zat ik precies op deze plek en bracht ik een ode. Dus toen Lisbeth Bick mij belde in februari, en mij dit prachtige nieuws gaf dat ik ook bij de academie mocht komen. toen dacht ik, oh wauw. Vorig jaar heb ik een ode gebracht aan mijn collega en vriendin Patricia Kaarsenhout. En dan krijg ik ook iemand die een ode brengt aan mij. En toen zei Lisbeth, nee, dat hebben we afgeschaft. Dus toen dacht ik, oh, oké, okay. Jammer. Ik kan jullie nu niet meer horen trouwens, dat is wel jammer, Bas. Ik zou een beetje zaalgeluid willen horen. Maar fijn, dank je. Want dan is er toch een soort van contact en energie. En dat vind ik heel belangrijk. Ik dacht, oké, geen ode. Dus dan moeten we het zelf doen. Oké. En toen kreeg ik daarna een mail dat het over vrijheid ging. Dat het thema vrijheid zou zijn. Toen dacht ik... Toen ging ik eigenlijk een beetje in de weerstand. Mijn thema, weerstand. En toen dacht ik, misschien neem ik de vrijheid om het dan niet over vrijheid te hebben. En net was ik aan het luisteren naar mijn collega Jetse en die zei, ja, het zijn oefeningen in paniek. Hoe verhoud ik me tot iets wat ik totaal niet herken? En toen dacht ik, ja, precies dat. Want ik geloof er eigenlijk in dat je... die weerstand moet overwinnen. En dat je helemaal in de flow moet gaan van het grotere wat zich aandient. En dat dat eigenlijk de vrijheid is. Want als je in deze gedaante, vrouw en zwart bent geboren, dan zijn er bepaalde vrijheden die niet vanzelf meekomen. Dat is gewoon zo. En
Ik heb me daar vroeger heel vaak tegen verzet. En juist eigenlijk toen het leven me dingen ging afnemen, door heel veel dood en heel veel ziekte, toen heb ik me leren overgeven aan het groter is. En dat mijn leven en mijn werk eigenlijk vooral gaat over me openstellen voor energie. Dus daarom vind ik het ook heel spijtig dat ik niet bij jullie ben. Dat ik niet jullie kan voelen. Ik hoor iets nu een beetje, dus dat helpt om in te tunen op wie jullie zijn en te verbinden met wie ik ben. En op wat er allemaal achter ons staat aan voorouders. Bij jullie. Bij mij. Ik had me voorgenomen om daar een oefening mee te doen. Maar op Zoom voelt dat een beetje raar. Je kunt je wel inbeelden een beetje dat er wel achter je 7 generaties staan. Dus dat betekent dat zo op deze schouder je vader staat, op deze schouder je moeder staat. En dat zijn er dan 2 achter je. En die hebben dan elk weer hun ouders, dus dat zijn er dan 4 achter je. En die hebben dan ook weer allemaal hun ouders, dat zijn er dan 8. En dan 16, 32 mensen, 64 mensen. En dat dan voor ieder van ons. Hè? En dat in deze ruimte, zou ik dan zeggen. Maar ik zit nu hier thuis met mijn eigen voorouders en jullie daar met die van jullie. Maar kun je je voorstellen dat al die mensen die achter je staan, dat die allemaal hun verhalen, hun krachten, hun pijn en hun dingen hebben die jou en mij beperken in volledig kunnen gaan voor die vrijheid. En soms versterken ze die juist door je daarin te bevestigen, je daarin te bekrachtigen. Dat zijn dingen waar ik heel veel mee werk. Met een bewustzijn van de intergenerationele patronen die we allemaal meedragen. En die ons kracht geven en die ons afzwakken. En hoe loyaal we daartegen zijn. En toen dacht ik, ja, mijn vrijheid is vooral toch ook het feit dat ik dit heb. Belgisch paspoort. Ik geloof dat ik de enige Belg ben nu bij de academie. En dat paspoort, dat maakt dat we overal kunnen gaan. Het geeft zoveel vrijheid. En tegelijkertijd vraag ik me af, is het nog van deze tijd om het zo te beperken? Vrijheid toont zich in de beperking. Maar is het nog van deze tijd? Het Open Grenzen Manifest lezen. Van Naima. En ja, ik weet het niet. Ik ben niet zo heel erg optimistisch, terwijl dat is wel mijn natuur over deze tijd. Maar laat ik terugkomen naar het begin. Ik heb me totaal overgegeven aan alle weerstand deze week. Die maakte dat ik er niet ben vandaag. Ik kreeg COVID, knapte weer op. Ik boekte een ticket. Toen ging het niet door. En ik denk, later zal blijken waarom ik vandaag niet bij jullie ben. Want ik geloof echt, en dat weet ik door het leven, toen ik alles verloor en me overgaf aan dwalen en niet weten waar het einde ligt. Niet alles vastleggen, dus ik heb ook niet echt een plan. Want ik geloof niet meer zo in het hebben van een plan. Ik geloof in het overgeven aan I don't know what, het universum. En het universum toont wel waar je,
waar je heen moet. En waar je bent, is altijd waar je zijn moet. Ja, sta. Zonder papier. Je werkt in daarheen, hè? Neske, je werkt in ontzettend veel media en disciplines en documentaire en een boek en teksten, theater heb ik je in leren kennen zelfs daar. Dus dat dwalen zit ook tussen al die kunstvormen in. Dat dwalen is niet alleen iets psychisch, maar ook iets waar jij je zoekt. Je was in Meudon, writer in residence, heb ik gelezen. En daar veranderde iets voor jou. In je kunstenaarschap, kan je dat aan ons vertellen? Ja. Ik ga daar een safe space openen voor kunstenaars, voor zwarte kunstenaars. En dat was echt fantastisch. Dus ik heb allemaal mensen uitgenodigd om met mij op die plek te zijn en te praten over wat het betekent om zwarte kunstenaar te zijn. En daar ontstond Alphabet Street, het gilde. Daarna het idee eigenlijk van ik moet hiermee door. En een gilde voor zwarte beeldtaalkundigen. En daaruit is dan weer Lieve Inclusieve ontstaan. En het idee voor Lieve Inclusieve met Naam van Houten. En daaruit kwam ook weer de tank. En eigenlijk is mijn missie om de deur open te zetten voor andere mensen van kleur. Ja. En wat ben je nu aan het maken? Ik ben nu een boek aan het schrijven over Toni Morrison. Okay. En een film aan het schrijven over het huis in Meudon. Maar eigenlijk is het een zwarte vrouwenfilm, een queer zwarte vrouwenfilm. En wat doe ik nog? Ja, ik doe altijd heel veel tegelijk, hè? Ja, daarom vraag ik het ook. ik doe de tank tegelijkertijd. Ik coach een hele talentvolle Senegalese jonge vrouw. En en ik, hier op Mallorca ben ik bezig met een literair podium. Mooi, prachtig. Nou, je bestrijkt heel veel disciplines, heel veel belangen, stromingen, et cetera. Dank je wel, Neske. We hopen je vaak hier in Amsterdam te zien, want tussen België en Mallorca en Parijs. Kom ook deze kant op, alsjeblieft, als lid. Ik kom volgende week alweer, hoor. Oh, te gek. Ik zou blijven. Dank je wel. Kom terug. De volgende is Jan Dibbets, beeldkunstenaar. Mag ik uitnodigen hier voor achter de microfoon. Zo, ik heb ook een papiertje. Oh, het zit aan de andere kant. In elk geval... Ik ben beeldend kunstenaar en die hebben niet de fluide de bouche die we net gehoord hebben. Wij zijn niet van het praten. Dat wil niet zeggen dat we niet kunnen nadenken. Dat denken veel mensen, maar dat is helemaal niet waar. En, oh god, heb ik mijn bril ook nog in mijn jaszak laten zitten. En ik moet er ook bij zeggen, eerlijk gezegd, dat ik... op het allerlaatste moment pas ben gaan nadenken wat ik zou zeggen. Want ik heb de hele tijd voor me uitgeschoven. Ik denk 5 minuten, dat is toch niet zo erg. Maar de verplichting om over vrijheid te spreken, dat vond ik wel heel erg. En, jezus, daar kan je zoveel over zeggen. Je kunt het geweldig maken en diepzinnig en filosofisch. Maar in feite beleef je je vrijheid... totdat je inperkingen voelt. En dan is het gauw afgelopen met de vrijheid. En ik ben er ook van overtuigd dat er heel veel vrijheid bestaat... die schijnvrijheid is. Ook in onze maatschappij, waardoor wij maar denken dat we zo vrij zijn. Maar sluipenderwijs gaat er ook van alles naar binnen... wat met die vrijheid niks te maken heeft. En waar je eigenlijk op je plek gezet wordt waar je niet wil zijn... door allerlei, als ik het tot mijn eigen beroep... als je dat zo mag noemen,
beperk door middelmatige commissies, die altijd middelmatige mensen resultaten middelmatig vinden. En dan apentrots zijn dat ze zo'n middelmatige keuze hebben gemaakt. Dat is, vind ik, Nederland ten top. En het is voor mij ook altijd door mensen die wereldberoemde Nederland zijn. Het gaat nooit over groot denken. En dat vind ik eigenlijk een beperking van onze vrijheid die eigenlijk ongemerkt in ons geslopen is. Oh, dat is de bril van mij. Hoe kom je daar aan? Ik wou net zeggen, ik moet iemand uit de zaal vragen om een stukje voor te lezen dadelijk. Mijn god, dit staat er allemaal niet. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, nou, ik heb hier geschreven totale vrijheid, dat dat onzin is. En vrijheid bestaat alleen binnen onze democratische kaders, regels en wetten. En dat kan in andere landen heus wel eens heel anders zijn, dus wij komen er nog genadig vanaf. En als kunstenaar heb ik me eigenlijk nooit echt beperkt gevoeld hier in Nederland. Hoogstens dat ik af en toe ontzettend kwaad kan worden, maar dat blijft binnen kamers. En dan denk je, waar wint je over op? En je hebt er ook niks mee te maken. Ondertussen heb je er natuurlijk wel mee te maken. En daarom is het dat ik onlangs, dat vertegenwoordigt wel wat ik eigenlijk al heel lang denk, las ik een stukje van Karel Blotkamp, professor aan de VU geweest voor moderne kunst. Een zeer zorgvuldig formulerende persoon, die zelf ook kunstenaar is altijd geweest naast zijn professoraat. En die schreef een stukje in een blad, een Belgisch blad, erg goed blad vind ik, De Witte Raaf. En dat gaat over beeldende kunst. Is in Nederland weinig gelezen, maar het is zeer to the point. En dan zegt hij over de kunst het volgende. Wat me tegenstaat in het huidige kunstbedrijf is dat de kunst in het keurslijf van de moraliteit dreigt te worden geperst. Musea en andere faciliterende instellingen, ook subsidiërende overheden, doen daar druk aan mee, al dan niet uit angst om ervan beschuldigd te worden dat ze de tekenen destijds niet verstaan. Mijn god. Als de relevantie van kunst wordt verengd tot wat politiek en moreel correct wordt bevonden, ontstaat er uiteindelijk zoiets als sociaal wenselijke staatskunst. En ik vond dat een enorme opsteker, omdat hier verwoord wordt wat je eigenlijk dwars begint te zitten. En iedereen ongelooflijk, ik heb dit nou misschien 5 keer in mijn leven meegemaakt, zijn best doet om erbij te horen en achteraf dan niet meer herinneren dat ze er eigenlijk een vergissing hebben gemaakt. En het zijn iedere keer dezelfde figuren die toch weer daar aan beginnen en die toch weer daar de lead nemen en de leiding. En daaruit concludeer ik dat we niet erg opschieten met ruimer denken. Nou gaat het nog even over de actualiteit, de engageerdheid en de autonomie. Nou, daar kan ik kort over zijn. Stel je voor. Wat moet je met zo'n vraag? Als nou iets de kunsten beheerst volledig, en ook de wetenschap voor mij is precies hetzelfde, dan is het engagement. Zonder engagement is er gewoon niks weg. Actualiteit. Door alles wat je maakt wat niet bestaan heeft of nooit bestond, en je trekt dat gordijn weg dat een ander het ziet en beleeft, en denkt, nou, dat is iets actueel maken. Dat doe je. Maar de actualiteit,
is eigenlijk ook voor het heel groot deel de waan van de dag. Dus ik ben niet zo van de actualiteit. En de autonomie, ja. Wie niet autonoom is, hoort er gewoon niet bij, bij waar wij het over hebben. Dat is pure wetenschap, pure kunst. Maar van allebei, en daar verkijken we ons in, bestaat er maar heel, heel weinig. Wij denken veel grote kunst, dit, grote kunst, dat. Nee, er is maar heel weinig. En als je en een kunstenaar die dus niet autonoom is, dat is dus niks. En een wetenschapper ook niet. Eigenlijk is dat voor mij een soort, schiet me nou te binnen, project Rembrandt op de televisie. Het is net echt. Ja. En kunst is net als wetenschap een mix van kennis, creativiteit, experiment en heel, heel, heel belangrijk en meestal vergeten, intuïtie. Intuïtie is de kern van de kunstenaar. Dat is net dat wat bij anderen ontbreekt. En waardoor je het verschil maakt tussen iets wat heel gekund is en heel erg dicht bij echte kunst komt. En dan moet het nog een klap daarbovenop. En dat is de grote burden die je als kunstenaar draagt. Kan je vandaag 2,04 meter springen, dan is morgen 2,05 meter het enige doel. En dat lukt bijna nooit. Oké, dan kan ik verder zeggen dat ik grote kunst is nog nooit het gehoorde, het nooit geziene, het nooit eerder geschrevene in zijn subliemste vorm. En dat is natuurlijk wel een probleem als je dat moet oplossen. En welke rol de academie in een bredere samenleving kan spelen, dat laten we ons niet groter maken dan we zijn. Maar de commissies van de middelmaat heb ik net al beschreven. Ik ben een pessimistische optimist. Ik denk altijd dat het misschien toch kan, maar vooruit. En de Raad voor Cultuur, het Mondrian Fonds, het zijn allemaal van die dingen waar je denkt, mijn god, waarom doen ze het, waarom doen ze het? Ze hebben het en ze kunnen het niet. En ik geef een voorbeeld waar ik echt over nadacht, hoe merkwaardig is het eigenlijk wat hier gebeurt. De 175 miljoen euro die werd uitgetrokken voor de aankoop van een Rembrandt. En ik zal de allerlaatste zijn hier ooit die zal zeggen, Rembrandt, dat is toch niet de moeite om dat te kopen. Nee, ik ben ervan overtuigd dat het fantastisch is dat het gekocht wordt. Maar 175 miljoen. Ik vind de kunst sowieso, de beeldende kunst, terechtgekomen bij een soort publiek, de kopers althans, wat echt voor het grootste deel uit loeirijke mensen, patsers die eigenlijk alleen maar geld hebben en bezit willen en tegen elkaar de prijzen opdrijven. Dus dit is een soort exclusief gezelschap wat de hele kunst een ziekte bezorgd heeft waar we voorlopig niet vanaf zijn. Maar als ik dan denk aan die 175 miljoen, dat is onlangs geweest. En de volgende dag stond er een heel merkwaardig stukje in de Volkskrant. En daar stond dat het museum in Dordrecht was apetrots dat ze een schilderij hadden gekocht van Samuel van Hoogstraten. En Samuel van Hoogstraten is een leerling van Rembrandt en niet zomaar eentje van de fijnschilders zoals Gerard Douw, et cetera, maar een echt groot kunstenaar. Een belangrijk man voor de 17e eeuw. En hij komt uit Dordrecht, dus het was gepast om dat portret te kopen. Portret van een Schotse edelman die ten voeten uit in 1776, geschilderd door Van Hoogstraten, 2 meter hoog, dus veel groter dan de Rembrandt, en 1,40 meter breed. Prachtig schilderij. In perfecte staat, kwam direct uit de eerste familie die het heeft laten schilderen.
En dat hebben ze op de veiling, de reguliere veiling, ik denk bij Sotheby's, gekocht voor 200.000 euro. En toen dacht ik, verrek, dat zijn 875 van deze schilderijen, die fantastisch zijn, voor één Rembrandt, waar we er al heel veel van hebben, waar we nog een paar jaar geleden twee slechte van gekocht hebben. Dat is iedere kenner met me eens. Ja, je mag het nooit slecht noemen omdat het een genie is. Maar in zijn genie zijn is hij niet goed. Dus het is een totale onzinnige dorpse club die weer toegeslagen heeft. In alle ijdelheid, want ze zijn het Rijksmuseum. En als je dan denkt, het Rijksmuseum, wat hebben die? Die hebben niets van de Italiaanse renaissance. Niets. Er is helemaal niks. Er is geen enkele Rafael, er is niks. Er is geen Titiaan, er is niks, niks, niks. Laat staan een Leonardo da Vinci voor 450 miljoen en vals. Dus ik kan niet anders zeggen dat ik daar eigenlijk toch treurig van word als ik dit soort geldgedoe hoor. En hetzelfde heb ik met het Mondriaan Fonds. Daar zou ik ook wel eens achteraan willen met de academie, waar die hun geld aan uitgeven. Want er is 0,0 geld voor kunst. Kunst bungelt erbij, las ik net in de krant. 5% van de Nederlanders vindt kunst de moeite waard. Kunst en cultuur, dus dat is nogal veel. 5%, dat is helemaal niemand. Dat is een elitaire club, zou je dan zeggen. Dat kunnen er maar een paar zijn. Maar dat is bedoeld voor iedereen. En dat geeft te denken. Dus dat zijn mijn gedachten die ik had bij vrijheid, engagement. Dank je wel. Ja, nog even daarheen. Je stok staat nog daar. Dat met die bril, dat was een beetje hoe een voorstelling van Jetse Batelaan. Dat je echt even niet weet wat je moet doen. Of even niet weet waar het over gaat. Dank je wel voor deze. Ik dacht bij die Rembrandt. Ik vind het te gek dat ze hem kopen. Maar hang hem in Enschede of hang hem in Groningen. Dat er ook al wat mensen zo door dat land gaan reizen. En niet alles maar in Amsterdam. En al die mensen die daar door dat ene poortje naar binnen moesten. Was mijn gedachte. Doet er nu niet toe. Ik ben van de muziek en van de dichtkunst. Sorry. Dus ik heb er geen verstand van. Maar ik kende je Hollandse meesters al heel lang. De documentaire en je werk op bepaalde plekken. Ik moest de hele tijd aan het getal 2 denken. Ik dacht, er zijn altijd 2 dingen. Een muur en een raam, of een horizon links en rechts, of een kamer en een touw. Ik dacht, dit gaat over het getal 2. Dat zou best kunnen. Nooit over nagedacht. Maar. Nee, het gaat over wat ik mijn hele leven heb gedaan, is vanaf de eerste keer, ik ben opgeleid als kunstschilder, en ik keek 1 keer op mijn 26e in de camera van mijn zusje. En we hadden op de academie geleerd fotograferen zich verhield tot schilderen. Fotograferen was helemaal niks natuurlijk. Dus dat was zoals tennis zich tot pingpong verhield. En dus heb ik nooit in een camera gekeken, nooit een foto gemaakt voor mijn 27e. En toen zag ik in die camera en ik denk, verrek. Ondanks het feit dat ik toen net de koninklijke subsidie had gewonnen, heb ik meteen de schilderkunst vaarwel gezegd. En heb ik me op de fotografie gestort. Ik dacht, hier komt de 20e eeuw. Alles wat wij gezocht hebben, komt hier samen. En we hebben bij de inleiding van Lisbeth Bick gehoord over Maholu Nagy, een van de hele grote. Er zijn maar heel, heel weinig fotografen die kunst gemaakt hebben. Ook dat is een vergissing. In 200 jaar tijd hebben wij ons volledig vergist in de kunstgeschiedenis van de fotografie. En daar beijver ik mij dus mijn hele leven voor. En de vergissing is dat er veel meer zijn of veel minder? Nee, er is heel weinig. En er is nooit over fotografie nagedacht. En het is ondergeschoven bij de beeldende kunst. En het heeft nooit zijn eigen waarde gekregen. Het was geboren in een heel ongelukkig moment, 1839.
aan de ene kant volop de industriële revolutie die ingezet had, en aan de andere kant de schilderij van Engeren, ongeveer het hoogtepunt wat je van realisme kan voorstellen. En dan komt er ineens zo'n vies dreumesje wat zo afbeeldingen kan maken voor iedereen, want dat was nog niet toen, maar dat was snel aan de orde. En daarna hebben we altijd gedacht dat foto's drukken uit wat er is. Hier, boom. Hier, boom. En om nog interessantere foto's te maken, ga ik op reis naar Pakistan om te kijken of ik iemand kan vinden van wie net de benen afgezet zijn. Nog betere foto's. Maar het is allemaal wat. En over het hoe van de fotografie, wat in de kunst altijd aan de orde is. Je vraagt je niet af als kunstschilder wat dat is, maar hoe. En als iemand een muziekstuk uitvoert van Bach en hij doet het prachtig, krijgt tranen in je ogen. Maar als hij niks ervan terechtbrengt, dan denk je... Gaat allemaal om het hoe. Dit was hoe. Nee, het was niet hoe, dit was wat. Ja. Maar het is het hoe waar het om gaat. Ja, dat is wat alleen om, we gaan alleen naar de muziek. Huh? We gaan naar de muziek. Oké. Okay. Proef op de som. Okay. Jan Dibbets. Hoi. Weer Duo Era. Ditmaal met een stuk van een Oekraïense componist Miroslav Skorik. En dat heet Melody. Melody. Even opchangeren. Een cello en een harp. En dan hebben we een mooi intermezzo. En dan straks weer drie nieuwe leden. Ze zeggen dat ze zo weggaan vanwege een benefiet. Ja, dat doen we. Thank you.
Ja, u leest het al. Vanavond geven zij een concert, een benefietconcert voor Oekraïne in de Bernard Haitinkzaal. Dat is op het Conservatorium Amsterdam, hier naast het Centraal Station. En daarom pakken zij nu in en gaan zij nu weg. Christina en Daphne, dank jullie wel voor de mooie muziek. En veel succes vanavond. Ja. Dus je concurrent is nu verdwenen en dan mag jij straks... we gaan door, we gaan verder. We hebben nog drie te gaan. Piet Gerbrandy is de eerste na de muziek. Dames en heren, dat we hier staan is niet vanzelfsprekend. De naam van dit instituut gaat terug op Plato, zoals u weet, die op zijn landgoed een groep vrienden uitnodigde met als doel in alle openheid te discussiëren over het goede, het ware en het schone en daar vervolgens poëtische, maar provocerende boeken over te schrijven. Die openheid, zo stellen we ons graag voor, is een kenmerk van de westerse intellectuele cultuur en moet permanent verdedigd worden. Toen Russen vorige maand Oekraïne binnenvielen en iedereen ineens in de virtuele bres sprong om het vrije Europa te verdedigen, werd ik geconfronteerd met een dilemma. 40 jaar geleden weigerde ik als gewetensbezwaarde in militaire dienst te gaan en aan mijn pacifistische levensovertuiging heb ik altijd vastgehouden. Maar is dat standpunt nog houdbaar? Ik weet het niet. Ik schreef het volgende gedicht dat ik wel met jullie durf te delen, maar nog niet publiceer, omdat ik niet weet of het goed, waar en schoon is. Maar hier komt het gedicht. Men verhaalt van bommen en leugens. Men bericht van kelders vol moeders en angstige dieren. Er is veel sprake van modder, van helden ook. Van helden die doden en jongens die hetzelfde doen. De daadkracht der generaals is bewonderenswaardig. Die van de dokters eveneens. Stervenden verheerlijken het vaderland. De motieven van beide partijen schijnen integer, althans die van een van beide, de eigen zijde. Ook het mollen van kinderklinieken is uiteraard integer. Wapen ik mij? Nee, ik wapen mij niet. Ik heb mij nooit gewapend en ik zal niet. Wie zich aangort, nodigt uit tot doding, smijt ploegschaar om tot zwaard dat rijkdom spekt van bang verschanste mannen zonder ziel. Al dus mijn gedicht, voorlopige versie. Ik vecht niet, dames en heren. Ik doe liever een stap opzij, in de hoop dat ooit, maar misschien is dat de absurde utopie van Jesaja, in de hoop dat ooit iedereen in staat zal zijn om een stap opzij te doen en te luisteren naar wat anderen zeggen. En ik stap ook opzij om precies deze visie weer van een afstand te bekijken, omdat ik niet weet of ze juist is. Die distantie is echter met betrokkenheid, verlangen en hartstocht geladen. Het is onze taak een ruimte te helpen bewaken waarin de Republiek der Letteren kan floreren. Daarbinnen zou ik een bescheiden rol kunnen spelen, bijvoorbeeld op het terrein van literatuuronderwijs. Ik zie hoe een van mijn kleinzoons leert lezen aan de hand van de methode veilig leren lezen. En ik sitter bij dat concept. Lezen behoort niet veilig te zijn. Ook zie ik soms hoe studenten geïnstrueerd worden om bij het lezen modellen toe te passen, met als gevolg dat ze interpretatie als een invuloefening gaan beschouwen. En over literatuuronderwijs aan middelbare scholen kunnen we het maar beter helemaal even niet hebben, want voor zover het nog bestaat, berust het op het gemakzuchtige misverstand dat lezen leuk zou moeten zijn. Denk ik dat je van literaire vorming een beter mens wordt? Nee, zo naïef ben ik nou ook weer niet. En toch denk ik dat men om vrij te kunnen zijn, om die stap opzij te kunnen zetten, kennis behoeft en empathie en sensitiviteit dient te ontwikkelen.
En daarvoor wil ik me graag inzetten, ook graag samen met jullie. Ja, we hebben ook wel in de academie wel vaak gesproken dat we leden zouden willen die superveel verstand van onderwijs hebben en daar ook een mening over hebben. Dus zeg maar. Ik heb er wel een mening over, maar ik weet niet of ik het verstand kan hebben. extra welkom, zou ik maar zeggen. Ik heb ik las een dichtregel van jou. De makende man die nooit rust, hij is kalm in zijn ademloos werken. Dat ben jij. Ja. Ik werk graag hard. Dat vind ik fijn. Want afgezien van dat je zeg maar geweldig werk maakt, maak je ook heel veel verschillend werk. Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat het eigenlijk allemaal hetzelfde is. wat is er hetzelfde? Vertel me. Ik probeer mooie zinnen te schrijven. En of dat nu voor een gedicht is, of voor een essay, of voor een vertaling, of voor een academisch stuk. Het komt allemaal neer op proberen zorgvuldig te formuleren. En het moet ook altijd natuurlijk ergens over gaan. Het moet altijd op de een of andere manier te maken hebben met het diepste van mijn ziel. Ook mijn academische werk dus. En wat ben je nu aan het doen? Een aantal verschillende dingen. ik heb twee dichtbundels op stapel staan. Ik schrijf meer dan mijn uitgever aan kan. Dus je moet zo nu en dan toch proberen een uitvlucht daarvoor te verzinnen. Ik ben aan een nieuw vertaalproject begonnen. En wat doe ik nog meer? Kan het even... Wat ik sowieso in jouw werk bewonder is dat je net als jouw collega Goethe, dat je zeg maar hele intelligente en geweldige intellectuele zeg maar dingen zegt, maar dat je dat ook altijd ondergraaft met een groot besef van je van een falende fysieke omstandigheden of het zin in bier of zin in. Ik heb hier nog een regel opgeschreven: dorst het. Zeg je op een gegeven moment over iemand, dorst het, comma, niet naar kennis. En dat vind ik tekenend voor jou, dat altijd in jouw gedichten ook dat aardse heel erg zit. Kom je dat ook hier brengen? Ik weet niet of dit de juiste plek is voor het aardse. Maar zonder het aardse ben je weg, ben je helemaal niks. Dus natuurlijk hoort dat erbij. Oké, okay. Nou, dat wordt een leuke borrel in ieder geval. Dank je, Piet. Okay. Dank je. Ja. Ja. We hebben eigenlijk vandaag heel veel mensen die van allerlei dingen doen. En we hebben nu Babs Gonst. En die doet ook van alles. Spoken word, schrijven, dichten. Kom. Ja. Goedemiddag allemaal. Ja, net als eigenlijk bijna al mijn voorgangers had ik een beetje moeite met het thema. Want toen ik werd gevraagd om vanmiddag hier te komen praten over vrijheid, dacht ik, had wel deze bijeenkomst dan beter niet kunnen verplaatsen naar de demonstratie op de Dam. Of naar een grenspost bij Polen. Misschien hadden we ons oor te luisteren moeten leggen in de Congo, Afghanistan, Jemen. Of hadden we beter kunnen luisteren naar verhalen uit Irak of Syrië of Sudan. Want als je het over vrijheid hebt, heb je het over oorlog. Of als we het hier vanmiddag willen hebben over vrijheid, hadden we misschien een paar meter verderop moeten staan. Vanavond eigenlijk, bij een bijeenkomst van PEN Nederland. Waar ze in solidariteit van de Oekraïnse schrijvers samenkomen ter bewaking van de vrijheid van meningsuiting en het recht op literaire expressie. Want als we het hebben over vrijheid, dan hebben we het ook over censuur en over vervolging. Als we het willen hebben over vrijheid, had ik misschien gisteravond beter naar Middelburg moeten gaan. En daar gaan zitten bij een avond over ons Zeeuws slavernijverleden. Of misschien hadden we elkaar beter kunnen treffen op 1 juli bij Kittikotti. Om even af te dalen in ons gitzwarte verleden. Om even stil te staan bij de miljoenen die we beroofden van die felbegeerde vrijheid. Want als je het over vrijheid hebt, dan heb je het ook over gebondenheid. En over onvrij en over ketenen. Of misschien hadden we elkaar moeten treffen bij het homo-monument op de Westermarkt. Of misschien moeten we even met z'n allen onze vuisten ballen
tegen de wanpraktijken van de Belastingdienst, van grensoverschrijders of mensen in de greep van de armoede. Want als we het hebben over vrijheid, dan hebben we het ook over beperking van recht en over ongelijkwaardigheid. Over dat niemand vrij is zolang nog iemand onvrij is en zolang de vrijheid van de een de vrijheid van de ander beperkt. Want om hier op deze prachtige locatie, in het voorname gezelschap, op deze chique bijeenkomst over vrijheid te praten, heeft ook iets ongemakkelijks. Echter, als we het hebben over vrijheid, dan hebben we het ook over de kunsten. En als ik het heb over vrijheid, betekent dat ook ruimte. Op papier, op podium, op beeld, ruimte voor je stem, je pen, je penseel. En het betekent je losmaken van alles wat maar in de weg kan zitten, je de mond kan snoeren. Het is ook op het podium staan en iedereen in de ogen kijken met opgeheven hoofd en rechte rug en net doen alsof niemand je kan raken. Het is ook wie denkt ze wel niet dat ze is. Wie denk ik wel niet dat ik ben. Het is ook opstaan en doorgaan en doorzetten. Ook als mensen zich hardop uitlaten, wie denkt ze wel niet dat ze is. Staat ze hier omdat ze vrouw van kleur voor het beeld, het quotum, de subsidie, het potje. Wie denk ik wel niet dat ik ben. Vrijheid is zonder oordeel. Mens te zijn zonder commentaar, zonder verontschuldiging in je eigen woorden, in je eigen stilte. Kunst is een van de terreinen binnen de westerse cultuur die claimt volledig vrij te zijn en niemand toe te behoren, stond zaterdag in de krant. Een citaat van de Franse filosoof Jacques de Rangière. Maar die vrijheid is toch beperkt, want het zijn de instituten die bepalen welke kunst wordt getoond, welke kunst wordt ondersteund, welke kunst wordt besproken en dus een publiek bereikt. Voor welke kunst die deuren opengaan. Als ik het heb over mijn kunst, dan heb ik het over een eeuwenoude verteltraditie in misschien wel een modern jasje. Een podiumkunst die voor zichzelf een plek heeft moeten bevechten, en dat af en toe nog doet, binnen het culturele, binnen het literaire landschap. Want houdt het zich wel aan de opgelegde regels? Verdoet het wel? Wie denken ze wel niet dat ze zijn? En we deden het toch maar. Na soms tot bloedens toe op dichte deuren te hebben geklopt, bouwden we onze eigen huizen. We leerden niet op opleidingen, maar vooral door de goedkeuring of afkeuring van het publiek. En we leerden wat er nodig is om een plek te krijgen, om gezien te worden. En soms is dat een iconisch optreden tijdens een presidentiële inauguratie, een herdenking van een oorlogsverleden, een recensie van iemand die ertoe doet, een veranderende blik, een nieuwe generatie, de behoefte aan nieuwe verhalen, stemmen, geluiden, narratieven. Die weg is best lang. En daarom wil ik vieren dat ik hier sta. Mezelf vieren, deze plek vieren. Vieren dat wij hier, vanuit dit collectief, waar ik heel erg naar uitkijk, de vrijheid van binnenuit, de vrijheid binnen de kunsten, kunnen gaan bevechten, waarborgen, bewaren, bewaken. En dat wil ik doen met de woorden uit deze vrije eigen vertaling van een gedicht van Lucille Clifton. Dat heet Won't You Celebrate With Me. Een gedicht van 14 regels dat in het algemeen volgens de heersende literaire regels wordt beschouwd als een sonnet, ondanks dat het geen traditioneel rijmschema of metrisch patroon gebruikt. Kom, vier met mij. Wat ik tot een soort van leven heb gevormd, ik had geen model. Geboren in Babylon, niet wit en vrouw, wat kon ik worden behalve mezelf? Ik heb het tot hier geschopt. Hier, op deze brug, tussen sterrenschijn en klei, mijn ene hand die mijn andere hand stevig vasthoudt, kom, vier met mij, dat elke dag iets mij heeft geprobeerd de mond te snoeren en heeft gefaald. Kom, vier met mij. Dank je wel. Dank je wel. Ja, spoken word. Je had het over, het genre wat zich een weg vocht en er nu is. Super gaaf. Ja. En toch ga jij... ja, ik vind het super gaaf. Toch ik ga meer schrijven. Ik ga minder spoken word doen en meer schrijven. Vertel. Ja, nou ja, kijk, het een sluit het ander niet uit. Een spoken word is ook schrijven. En schrijven kan ook spoken word zijn in die zin. Ik had eigenlijk voornamelijk dat ik dacht, ik ga mijn gebied van mijn plek op het podium wat meer verruilen voor een plek achter de schrijftafel.
Is niet gelukt trouwens. Nou, sinds dat ik dat zei. Stroomden de boekingen binnen? Ja, het bleef eigenlijk wel doorgaan. En het hebben van een boek betekent ook wel weer dat je dan uit dat boek weer moet voordragen en zo. Maar ik ben toch wel langzaam mijn werkveld wat aan het verschuiven. Want je wordt ook wel... Je wordt best wel snel oud op het podium. Of je wordt ouder. Ja, het kan best wel... Lange nachten. Maar serieus, is het zo'n sport dat je op een gegeven moment, dat als je niet meer jong bent, dat spoken word dan niet meer van jou is? Nee. Je hebt geweldige mensen zoals Sonja Sanchez, en die is volgens mij 88 en staat nog op het podium. En Maya Angelou stond er ook nog heel oud. Nee, denk het niet. Ik hoop het niet. Ik wil hier ook nog wel staan als ik 92 ben. Ja, ik heb een dichtregel van jou opgeschreven. Ik draag mijn tong in mijn hart. Ja. Zit die daar? Ja, jawel, ja. Ja, wil je er iets over weten? Ja. dat komt uit de polyglot. Eigenlijk heb ik erover dat, ja, misschien wat ik net ook al zei, dat je dus... je kan met je hoofd schrijven, je kan met je hart schrijven. Ja, ik doe het vaak toch wel met mijn hart in die zin. Dus ik geef daar een pen aan of een tong, een stem. En voordat je schrijft, luister je dan ergens naar... Hoe zit dat dan? Waar begint dat? Nou ja, er werd al heel mooi gezegd, volgens mij zei Jan dat, over intuïtie. Ja. Het is vaak heel intuïtief. Het is vaak een gedachte. Het is iets wat je soms bespringt. Het is iets wat op de deur klopt. En ja, zodra ik dan zeg maar heel erg... Ik denk er natuurlijk ontzettend over na. Hè? Laat het ook marineren en in je neerdwarrelen. Maar probeer wel een beetje dat hoofd eruit te houden. Ja. Dus de tong in mijn... Ja. Om daar te houden ook, ja. Ja. Hoe zie je je rol in de Academie van Kunsten? Hoe heb je daar een beeld bij? Ik dacht eigenlijk van... het is best eenzaam, hè? Als je zo je eentje altijd maar zit te schrijven en ergens toe reizen. Dus ik dacht, ik had heel erg zin in het collectief. Ik had heel erg zin om te kijken ook van... we moeten het toch ook in dit land een grotere plek, een grotere... waarderingsplek voor kunst gaan creëren. Want nou ja, we hebben net weer gezien hoe lastig we tot een dvd'tje... een linkse hobby die in een dvd-speler wordt geduwd, gereduceerd worden. Dus ik denk dat ik daar vooral heel erg veel zin in heb. Gewoon om te kijken hoe je als collectief in die zin veel meer kan bewerkstelligen. En ik denk het is hoog tijd daarvoor. Ja, nou, we hebben heel veel clubjes en commissietjes en schrijf, ja. Weet ik veel wat allemaal, maar yes. Komt goed. Yes. Dankjewel, Bab. En de laatste, Lavinia. Kom. Ja, oh ja, gaat die kant op. Oh ja, wou een handheld, toch? Heb je die? Ja, oké. Nee, nog niet. Hallo. Mag ik jullie alvast erbij vragen? Beste bestuur, beste mensen, dierbare vrienden. In het bijzonder Lida Schoen die mij heeft voorgedragen om lid te worden. Heel erg veel dank en bijzonder dat ik hier mag staan tijdens deze bijzondere inauguratie waar ik een speciale outfit voor aan heb getrokken van Anne de Grijf. En het was eerst nog zonder die blokjes, dus alleen maar blauw, rood en wit, gebaseerd op de Mondriaanse Less is More. Nou, Mondriaan ging daarna de boogie-woogie-tijd in en toen werd het toch weer iets meer more. Onder deze rijke paraplu van de academie wil ik heel graag mijn levenswerk Untitled verder gaan vormgeven. Nou, wat is dit levenswerk? Untitled is mijn zoektocht via de muziek en andere kunstvormen om de moderne tijd te definiëren. Zoals Mondriaan dat ook deed op zijn manier.
zijn werken werden toch een soort van iconisch beeld van de moderne tijd en de vrijheid binnen abstracte kunst. Zo wil ik op zoek gaan en dat is geweldig om dat met al deze medeleden te kunnen onderzoeken. Want hoe kijken we over pakweg 100 jaar terug op deze tijd en hoe zullen we het noemen? Dat is mijn vraagstuk waar ik heel graag de komende tijd binnen de academie mij op wil gaan storten. En in het kader van vrijheid en engagement had ik eerst besloten om het helemaal solo te gaan doen. Maar toen dacht ik, nee, ik ga iets anders doen. Ik wil namelijk die engagement door de andere leden erbij te vragen en het gezamenlijk te doen. Want toch een beetje more is more. Zoals dit moment ook, niet alleen dit moment is, maar ook de verantwoordelijkheid die we denk ik allemaal voelen met deze lidmaatschap. Dus zeer vereerd, we gaan van start. Want hoe kijken we over 100 jaar, pakweg 100 jaar terug op deze tijd en hoe zullen we het noemen? Foto's, links en rechts. De linker is pikzwart, maar dat kan je dus niet zien. Dat is met de telefoon doorgestuurd. En de rechter is azuurblauw. En ze zijn puur effen. En Lavinia heeft het net over Mondriaan gehad. Ik ben een groot bewonderaar van Mondriaan. Mijn idee is, wat is fotografie na Mondriaan? Daar is mijn hele leven mee bezig geweest. En dat hybride middel wat wij zo onderschat hebben, heeft eigenlijk ons allemaal te pakken zonder dat we ons daarvan bewust zijn. De wereld voor de fotografie is een hele andere wereld geworden dan de wereld na de fotografie. Wij zijn door de fotografie apparatusdenkers geworden zonder dat we het weten. Wij zijn niet meer van de industriële revolutie, dat is ouderwets. Dat is alleen maar paardenkrachten. Maar wij zijn via de fotografie in de film, in de televisie, in de computer terechtgekomen. En dat op een visuele manier. En dat is apparatusdenken. Alles met de ogen. En dan komt het verstand. Een eeuw geleden, in 1922... verschijnt The Wasteland van T.S. Eliot, een prachtig gedicht waarin gesuggereerd wordt dat de Europese cultuur dood is, maar dat er op het braakland misschien toch weer iets moois kan ontstaan. En dat is de afgelopen eeuw ook wel gebeurd. Ik denk nu soms dat we opnieuw in een braakland terecht zijn gekomen en ik hoop dat we over 100 jaar kunnen zeggen dat er ook uit dit braakland weer iets moois is opgekomen. The wasteland, but I'm not wasted, not yet. Maar ik drink een glas voor jullie, ja? The Roaring Twenties. En dat lijkt het niet te worden. Want ik heb Josephine Baker nog niet gezien. Or am I Josephine here? It's me. Oh,
straks als de brief is mooier. Alhoewel, we hebben nog 8 jaar te gaan, toch? Dus laten we er het beste van maken. Laten we het goed doen. Laten we dingen veranderen. Salut. De grote verdoving. Grote veranderingen waar we onze ogen voor sluiten, uit heimwee naar het oude. We kelderden ongemerkt langzaam op de ranglijst, zonder dat we er erg in hadden. Er werden geen trainers ontslagen, geen paniekaankopen gedaan, waardoor we ook niet kwamen aan de centrale vraag voor deze tijd. Hoe goed kunnen we tegen ons verliezen? Kijken we terug als avatars naar de laatste omhelzing misschien wel. Misschien noemen we het vlees en bloed of het tijdperk van de laatste aanraking toen lichamen nog van vlees en bloed waren. We omhelsden en aanraakten met vingertoppen en ademden in elkaars gezicht. Zoenen, dat deden ze toen met zachte lippen op elkaar. We wisselden huid uit, omhelsten met gevouwen ellebogen. 100 jaar geleden, het tijdperk van de laatste vingertoppen, de laatste lichamelijkheid, vlees en bloed, de tijd van de aanraking toen onze lichamen nog zich om elkaar heen vouwden van vlees en bloed en botten en huid en we omhelsten en elkaar dan raakten. Lavinia, mooi. Dat ging wel goed. Ja. Nou, blij mee. Vonden wij ook. Ja. Wat ik zo geweldig aan jou vind, is eigenlijk die. Dat die schaal altijd zo groot is. Nou, ik weet nog. Wij hebben één keer samen gespeeld. Toen was je, ik weet niet. Toen was nog je kleiner. 18 of 13 of zo. Maar dat was iets heel. Ik kleiner. Was nog aan het dirigeren. En jij speelde harp in Daan Manneke was het stuk. Een concert. En 3 jaar later zag ik jou in Carré, spotlights, overal op televisie. Je hebt een enorme schaal bereikt. Wat ik fantastisch vind. Het tweede is dat jij. Dat jij altijd uitdraagt, dat je altijd bent met die muziek te vertellen en met mensen te delen, nu ook. Ja, is toch het leukste wat er is. Wat is het leukste wat er is? Dit. Het delen, het opzoeken van verbindingen. Kunst is zo alomvattend en herkenbaar. Ik word zelf heel veel. Door beeldende kunst geïnspireerd eigenlijk. En dat uit zich misschien ook doordat mijn stukken, de composities die ik zelf schrijf, ook echt vanuit een soort van beeldende invalshoek worden gemaakt. Ik omschrijf het altijd maar als onzichtbare kunst, die de vrijheid geeft. De muziek, ja. Onzichtbare kunst, waarbij. Als we het hebben over vrijheid, de geest nog vrijer zelf kan gaan interpreteren.
En jij wilt dat heel graag. Jij deelt dat heel graag. Ja, nou, voor mezelf persoonlijk is deze ontwikkeling gegaan van eerst als klein meisje. Die harp te willen promoten, omdat ik voelde van daar zit meer in en dat wil ik eruit halen. En toen eigenlijk zag van, ja, maar dit gaat over niet alleen die harp, dat gaat over muziek. En muziek gaat over kunst en cultuur en de maatschappij. En onder meer door iemand als Philip Glass te ontmoeten, die ook heel erg die verbindingen opzoekt met de wetenschap en andere kunstvormen. Ja, dat was voor mij zo een moment van herkenning van, dat wil ik ook. En daar gaat mijn hart sneller van kloppen. En zeker ook met wetenschap en de kunsten. Ja, als je kijkt naar de Wonderkamer, toen was het helemaal niet gescheiden van elkaar. En dat vind ik ook een heel mooi gegeven. En zie jij uit naar de Academie van Kunsten in dat opzicht? Nou, om een concreet voorbeeld te geven wat ik heel graag zou willen doen binnen deze academie, dat is een artist in residency, waarbij ik nog meer mijn untitled levenswerk kan gaan vormgeven met zulke fantastische mensen die daar bij aangesloten zijn, denk ik van ja, dit is voor mij een enorme broedplaats. En waarom weet je nou al dat het je levenswerk is? Ja, omdat ik denk dat het... Sorry, het klinkt ontzettend... Het klinkt heel raar. ik zat ineens te denken, ja, maar is dat omdat er... Ik zal het even toelichten. Ik dacht, is dat omdat er sowieso nooit een antwoord komt? Dus dat je weet dat je leven ermee bezig gaat zijn? Of dat je hebt besloten van, dit is mijn ding. Dit is mijn obsessieve ding, als het ware. Snap je? Daarom vroeg ik het. Bij misschien wel. Vanuit het eerste gedacht, ja, ik denk dat het een heel mooi groot project is waar ik mijn hele leven mee bezig kan zijn. Maar het is ook gewoon, denk ik, een vraagstuk waar ik elke keer weer op terugkom, wat ik ook doe. Dus het is een soort van boomstam en die heeft allemaal takken en dan doe ik andere dingen omheen. Maar dit voelt gewoon als iets van een heel duidelijk mooi pad. De kern. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja, we zijn een beetje uitgelopen zoals het hoort. Dat is helemaal niet erg. Ineke Sluiter is de president van de KNW. En daar komt een speech aan en dan komt er een gongslag. En dan gaat het echt plaatsgrijpen. Bedankt. Ding kan bewegen. Dus ik moet er altijd even aan zitten. Beste leden van de Academie van Kunsten, geachte aanwezigen, beste kijkers, hebben jullie er een prachtige en indrukwekkende bijeenkomst van gemaakt. Het was steeds indrukwekkend, soms grappig, soms ontroerend, in elk geval inspirerend. Ik ben echt blij dat ik erbij mag zijn. Ik was ook onder de indruk van de ernst en het verantwoordelijkheidsgevoel dat het lidmaatschap van de Academie van Kunsten voor u allemaal blijkt mee te brengen. Ondanks het verzet tegen het thema vrijheid klonk er toch wel heel erg veel door van wat u daarmee denkt te gaan doen. Er gebeuren grote dingen in de wereld. U vraagt zich af wat de rol van de kunsten en kunstenaars daarbij is. En ik hoorde dat speciaal ook doorklinken in de woorden van uw voorzitter, maar ook, net wat ik zeg, ondanks het verzet in de speeches van de nieuwe leden. Dat wordt diep gevoeld. Voor wetenschappers geldt natuurlijk hetzelfde. En ik zal ook de laatste zijn om het belang, het ernst, het gewicht van de wetenschap te bagatelliseren. Maar toch heb ik mijn hele carrière lang geen problemen gehad met de entertainment waarde van wetenschap, de manier waarop je een groot publiek kunt aanspreken, met de speelsheid en de creativiteit en ja, de intuïtie die ik ook bij Jan en anderen terughoorde, die zo'n grote rol spelen. Speelsheid, verbeeldingskracht, het zien van onvermoede mogelijkheden, het spel met onmogelijkheden,
Dat is ook iets dat ik met de kunsten associeer. Maar dat doe ik dus ook vanuit mijn eigen ervaring als wetenschapper. En het zijn juist ook die kenmerken die een enorm engagement herbergen en die dat ook teweeg kunnen brengen in het publiek. In Oekraïne hebben mensen hun leven gewaagd om de kunstwerken van de geliefde Oekraïnse kunstenares Maria Primatchenko uit een kapotgeschoten en brandend museum te redden. Kunst aanvallen, dat is identiteit aanvallen. Dat is cultuur aanvallen. Het is datgene aanvallen wat het leven menselijk en de moeite waard maakt. En haar kunst was helemaal geen barricadekunst. Ze schilderde in een primitivistisch idioom. En hoewel een deel van haar werk gaat over, dat kan je daarin zien, aan de titels van de werken ook, de dreiging van oorlog, de dreiging van kernwapens, spreekt er toch vooral, als je kijkt naar haar schilderijen, een diepe liefde uit voor het stralende leven in vredestijd. Sommige mensen zouden daar iets als folkloristisch op willen plakken. Dat kan totaal niet meer als je over kunst spreekt. En dat vind ik ook niet toepasselijk, maar er zit iets vrolijks en bijna alledaags in. En toch, het stond voor iets. En dat maakte dat het redden van die schilderijen uit dat museum een diep gevoelde nood was toen de nood aan de man was. Je kan er niet zo lang over nadenken. Je moet het gaan doen of niet. Ik wens u allemaal een lidmaatschap van de Academie van Kunsten toe, waarin u staat voor de kunsten in alle vormen. Waarin u laat zien wat de kunsten voor de maatschappij betekenen. En waarin u als kunstenaar zelf voorleeft wat de kernwaarden van de kunst zijn in alle diverse domeinen waarop u werkzaam bent. Vrij natuurlijk, verantwoordelijk en ernstig, maar ook speels, gedreven en gevoed door intuïtie, creativiteit en alles wat kunst zo de moeite waard maakt. We naderen het moment van de rituele inauguratie met de gebruikelijke gongslag en u kunt zich misschien de opluchting voorstellen van deze president. Een academie, een academy, die nu bijna aan het eind van een ceremonie is beland zonder dat er iemand in het gezicht is geslagen. Die gong kan het wel hebben, denk ik. Dus mag ik u naar voren vragen? Gaat u hier staan? En dames en heren, dan inaugureer ik bij deze Jetse Batelaan, Neske Beks, Jan Dibbets, Piet Gerbrandy, Babs Gons en Lavinia Meijer tot leden van de Academie van Kunsten. Dankjewel, gefeliciteerd. Dank u wel. De bloemen die zijn weer op een andere plek, geloof ik. We gaan sluiten, we gaan stoppen. Dankjewel, Ineke Sluiter, voor de speech en de gongslag. Dank alle nieuwe leden voor de aanwezigheid en het delen van al jullie gedachten. Het publiek moet nu naar de borrel, die kant op. En wij blijven nog heel even achter voor een groepsfoto. Dus de nieuwe leden komt dan zo naar u toe. Dus er zit even wat tijd tussen en dan komen ze.